Gwendolyn Mulder! Ja, goud winnen was natuurlijk het ultieme. Ook met skileren krijg je dan ook nog de regenboogtrui. Dat is eigenlijk het grote hoofddoel voor elke skileraar. Met schaatsen is dat niet zo. Je hebt geen regenboogpak voor de wereldkampioen. Maar met skileren gaat het gewoon om, ja, natuurlijk om de gouden medaille. Maar het was zo gaaf om een jaar lang in de regenboogkleuren te mogen rijden. Ik ben Michel Mulder, 34 jaar, net gestopt met schaatsen en skileren. Twee keer wereldkampioen schaatsen, twee keer wereldkampioen skileren en Olympisch kampioen schaatsen. En ja, ik ben nu assistent trainer bij de schaatsploeg van Regenborg. Uiteindelijk zou ik het heel leuk vinden om hoofdcoach te worden van een grote ploeg. En dat mag in het schaatsen zijn, maar misschien ook wel in het skileren. Ik ben begonnen met skileren toen ik 7 jaar oud was. Toen ik 5 was, zat ik op voetbal. 1 jaartje. Dat ging na een jaar, ben ik daarmee gestopt. Ik werd ziek. Toen ben ik daarna begonnen met skileren en eigenlijk meteen de winter daarna ook gaan schaatsen. Omdat mijn broers het ook deden, ging ik met hun mee naar de ijsbaan en naar de skilerbaan. Dus ja, van jongs af aan al. Ik kwam hier de bocht uit en ik voelde van ik ga die Duitse pakken. Wat skileren heeft bijgedragen aan Olympisch goud? Het skileren was gewoon altijd heel erg leuk. Het was in de winter dan was het wedstrijden schaatsen, wat natuurlijk de meeste mensen kennen. Alleen voor mij was de zomer, hopelijk met dit weer, was het vaak wedstrijden rijden. Zodat ik in ieder geval het hele jaar wedstrijden kon rijden. En ja, voor mijzelf, ik was wat beter in skileren dan in schaatsen toen ik jong was. Dus het was voor mij de ideale zomerbesteding. Wat je wel vaak ziet is dat op jonge leeftijd heel veel gecombineerd wordt, dus skileren en schaatsen. Wat ik dan meemaak is dat heel veel schaatstrainers op een gegeven moment zeggen als je wat beter wordt van je moet stoppen met skileren. Ja, ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Ik vond skileren zo leuk en zo'n goede afwisseling van het schaatsen dat ik gewoon het doel had om te bewijzen dat je het samen kon doen. En ja, dat heb ik eigenlijk tot dan met Olympisch goud gewoon gedaan. Het mooie van skileren is gewoon dat je doet thuis je skilers aan en je gaat de deur uit. Je kan eigenlijk overal kun je skileren. Dat is echt het fijne. Kijk, voor schaatsen moet je toch naar een ijsbaan. Kijk, of als je een natuurreisliefhebber bent, dan moet je wachten 1 keer in 8 jaar voordat je eens een keer op een natuurreis kan schaatsen. Met skileren is dat gewoon niet. Je kan eigenlijk overal en waar je maar wil kun je skilers aan en lekker skaten.